Hoi iedereen, ik ben Eline. Oh, ik schop tegen jullie aan. Ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag weer een nieuwe cashstuffing video voor jullie. Ik heb wat veranderingen. Ik wil eerst even deze van Denken gaan gebruiken voor statiegeld, maar ik weet nog niet zo goed wat ik wil doen met statiegeld. Dus die leg ik even weer apart. En dan haal ik meteen even het mapje met statiegeld hieruit. Ik denk sowieso dat ik hem dadelijk eens even eerst heel goed moet gaan schoonmaken. En hier zit volgens mij nog één bonnetje in. Die moet ik van de week eens even gaan inleveren. Dus die moet ik denk ik in mijn portemonneetje stoppen. Maar deze echt, die jullie kunnen zien, echt een beetje smutsig. En ik heb wat statiegeldflessen ingeleverd. Die heb ik even in dit envelopje gedaan. Oh, schrik hiervan. 1, 2, 4. Zo, is dit voor randig groen muntje. 4,45. Ik moet dus even mijn kleingeldpot erbij. Nee, daar zit geen 50 cent meer in of een euro of zo. Ja, geen euro's, dat bedoelde ik eigenlijk. Een portemonnee erbij pakken. Kijken of ik boodschappengeld over heb. Dit is te denken om misschien mijn kleingeld te gaan sparen in zo'n blik. En mijn eigen kleingeld challenge een beetje ja, anders te doen of zo. Ik weet het niet zo goed. Want dit is... Dan ook weer, dit zijn weer 50 cent. Zo ranzig. 20, 40, 50. Zien jullie dit? 50, 50. Dit is 5 euro, dat kan ik dadelijk wel omwisselen. Deze twee vijfjes die gaan in mijn 5 centjes ding. En dan gaat dit wel eventjes in de... Ik denk dat dit gewoon in de boodschappen... geld gaat. We zitten nu in het weekend en normaal neem ik het altijd op dinsdag of donderdag. Maar de laatste tijd gaat het gewoon niet echt heel lekker en dan ja, is mijn schema ook weer een beetje door de war. Heb je ondertussen een muntje van Jan Linders bij gedaan. Als ik dan een briefje van een vijver uit haal, dan dit. Klopt dat? 10, 20, 50, 1. 2, 4, 5. Dan komen we dit dadelijk wel weer tegen. Boodschappen dingen. Bij de eigen binder. Gaat goed. Stop ik die 5 euro hierin. Dan hebben we dit nog een beetje voor dit weekend. En dan hoop ik gewoon weer dinsdag of zo al een video te kunnen opnemen. Of woensdag of donderdag. Maar in ieder geval dat het weer wat meer synchroon loopt. Dus we hebben deze week niet zo heel veel voor het huishoudgeld. Statiegeld is leeg. Boodschappen week 1 is nu voorbij. We zitten inmiddels al in week 2. Ik zit wel een beetje met deze mapjes. Ik vind deze niet meer zo mooi. Ik vind ze een beetje te druk. Dus ik denk dat ik in boodschappen week 2 zelf een nieuw mapje ga maken. Omdopen. Haal ik even dit eruit om mezelf aan te helpen. Mezelf eraan te helpen herinneren. Dan heb ik hier nog gewoon boodschappen. Boodschappen bulk. Ja, er gebeurt allemaal niks mee. Huishouden moet dan ook een nieuw mapje voor. Deze vind ik nog wel leuk met die. Dus tenminste nog leesbaar. Ja, dan gebeurt er dus niet zo heel veel. In de huishoudmap. Week 2 had ik. Dan heb ik hier van mijn spelletjes mapje. Ga ik de Travel and Saver denk ik uithalen. En dat is 10 euro. En daar ga ik eventjes... Die moet ook schoongemaakt worden. Heb ik hier nog mapjes liggen? Ja. Dan ga ik even een ander travel spelletje daarin doen. En dat is deze. En dan ga ik dit omwisselen voor een tientje. En ik heb de Double and Save. Die wil ik eigenlijk ook alweer terug in gaan doen. Ik weet niet waarom ik die er apart neer had gelegd. Waarschijnlijk om te zeggen dat ik die er weer in wil doen. Oh. Oh nee, deze moet daar in travel. Die moet hierin. Dan hebben we de travel. Ik had deze op volgorde. Hier moet 20, 6, 10. Dit is ook met tientjes. En dit is gewoon alles. De vakantie. Die zit in shopping, denk ik. Kan er 10 bij. Wat is dan nu het hoogste bedrag? 17, 20. 20 is het hoogste bedrag. En er zit nu 30 in. Dan ga ik meteen eventjes wat dingen tegen jullie zeggen.
Want ik werd er door Wenke heel lief op getipt dat hier een dierentuin staat in plaats van dierentuin. Best knap dat je daar zo kan lezen. Deze heeft de laatste tijd niet echt heel veel aandacht gehad. Dus ik hoop hier eigenlijk binnenkort wel weer iets in te kunnen stuffen. Maar waar ik mee ga beginnen is de feestbinder. Want de nieuwjaars die staat op spaardoel 50. En daar zit nog niks in. Maar hij klopt ook niet, want het is 45 bij elkaar. Maar hier staat bij dit vuurwerkspectakel staat niks bij. Dus ik denk dat dit 5 moet zijn, want dan zou het namelijk kloppen. Dus die ga ik als eerst even stuffen voor 5. Ja, dikke doei. Even kijken, grote spektakel dingen. Nee, ik doe niet aan vuurwerk. Nee, ik doe eigenlijk niet aan oud en nieuw. Maar ik dacht gewoon ja, of voor iets te kopen. Als in oliebollen en zo. Of eten. Of als begin voor het nieuwe jaar. You better be prepared. Was dat goed Engels? Vast niet. Lekker neon sparklies. Dit is een flinke kleurplaat zo. Maar dit is dus 5. Heb ik gisteren even besloten. Omdat ik er dus gisteren achter kwam dat die niet. En dan kwam ik niet achter, maar iemand anders kwam daar voor mij achter. Die zei namelijk dat bij diegene zelf die niet klopte. En toen dacht ik, oh, is dat dan veranderd? Of... Maar het kwam echt allemaal op 45 uit. Oké. Okay. Nou had ik minus 5 euro. Is dat wel echt in de weg, hè? Maar nou had ik 65 euro gepint. En nou zou het dus 60 moeten worden. Niet schrikken. Oké, okay, even natellen. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dus daar klopt een 5 euro heb ik net in die nieuwjaarschallenge gedaan. En in mijn portemonneetje zit nog 5 cent. 45 cent. Even kijken. 2, 4, 6, 7 euro. Dit was 10. Dit is 50, die ga ik dadelijk stuffen. Ik denk dat ik toch mijn kleingeld er als eerste bij ga pakken, want dat vind ik veel te veel. Even kijken, 50 centjes nu. Eens even kijken. Het is toch al even geleden. 5 cent. 2 keer 20 cent. 1 keer 20 cent. 2 keer 20 cent, denk ik. Even kijken. Ik heb hier nog een 20 centje. Die zie ik hier zitten. Heb ik nog 5 cent? Nee, wel 10 cent. Maar ik heb hier 2 keer 5, dus doe ik dat wel. 20 cent. Ik ben best wel flink op weg al, maar ja, ik zit dus te twijfelen of ik hier niet mee moet gaan stoppen. Keuzes, keuzes, keuzes. Ik vind hem toch misschien iets te groot. Als ik 50 euro in kleingeld moet gaan doen, dan wil ik het op een gegeven moment toch gaan wisselen in briefjes. En dan kom ik gewoon in de knoop. Want dan zit ik weer met een kleingeld. Ja, dit is een beetje het ding, want hier zit de 6 in, maar in mijn spelletje ook. 50 cent. Misschien moet ik deze ook gaan natellen dan. En dit is 21, omdat deze E2 is. Dus kijken, als ik hier nu... even kijken. Ga ik die 50 cent eruit halen. Daar stop ik dan 1 euro voor in de plaats. Dan kan ik nog een symbooltje kleuren. Dat doe ik dan wel eventjes met deze. En dan doe ik even dit boekje, bindertje. Ja, en deze heb ik dus ook gehad. Maar de, die van de Action, die stiften lijken toch meer te vervagen dan echt blijven plakken. En dan ga ik er 2 euro bij stoppen voor die letter E. Want ik denk dat die dus niet klopt. Maar in ieder geval 2,
€3 erin. Ja, dat klopt. Kan de volgende keer er weer €2 bij voor een briefje van 5. Is dit mijn kleingeldbinder? Ik dacht dat ik ergens nog dingen met 50 centjes had. Dat was denk ik deze. Even over na gaan denken dan. De augustus. En deze klopte niet, dus ik moet die watermeloen opnieuw kleuren. Die €2 heb ik er wel overgestuft. Maar ik heb dus deze opnieuw gekregen, omdat er dus €2 iedere keer tekort schoot. Vanaf juli. En volgens mij merkte ik dat vorige maand al. En toen heb ik dan zelf, dacht ik dat ik zelf verkeerd aan het tellen was. Nee, is wel te denken dat dit wel een hele giftige watermeloen gaat worden als die zo neonroze is. Roze. Gelukkig weet ik nog dat ik die watermeloen had gekleurd. Ik weet niet of ik die zonnekrul toen heb meegenomen, maar dat scheidt wel af tegen de dingen. Ik kan in ieder geval de kerstjes voor €2 kleuren. Eigenlijk best lelijk zo als ik die kleur zie. Ik ga het deeltje gewoon groen maken. Ik weet niet of dat bij kerst is. €2. Het is nog geen augustus dat ik dit opneem, dus dan zie ik daar wel een probleem voor volgende week. Of als ik dadelijk dobbel in de maand challenge. De zomer gooi ik. Er zit €3 in. Die haal ik eruit en dan doe ik toch een briefje van 5 in. Dit vind ik rommelig. Heel veel muntjes van 50. Komt waarschijnlijk toch wel weer bij. Kijk, het is 3. Ik heb een briefje van 5 in en dus dat is 2. Ik wil deze niet zwart maken. Ik gebruik gewoon die kleuren die ik net ook... Ik kan echt niet goed kleuren. Niet iedere keer met dat roze. Weet je, een andere kleur groen is ook wel eens weer... Dit is lelijk. Kijk dan, dit is toch niet neon groen? Ja, ik wel als je opdroogt. Voelt een beetje stroef aan. Fantastisch. Dan ga ik denk ik dobbelen. Hier was iets mee. Ik ga gewoon dobbelen. Maar met wat ga ik dobbelen? Ik ga de 1D10 voor de binders dobbelen. En dan vind ik dat ik het wel weer mag uitzoeken. Van mezelf. Het was die gekke, waar is die nou? Deze 6, 7, 8. Deze. Met een 0. Kun je het nog zien? Ja. Oh ja, misschien moet ik mijn mapjes erbij pakken. Mapje 6. Wat is 6? Shopping. Ja, daar moet ook een hoop in. Dan kom ik gewoon weer met een lijst bij me. Praat is moeilijk. Bij mijn lijst terecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waar is de rest? Daar is 7. Oh, hier. Heb ik vorige keer helemaal niet gebruikt. 7 was spelletjes. Ja, dan moet eigenlijk 10 in, dus ik doe er muntgeld in. 2, 3, 4 en 2 van 50 cent. Is ook 5. 2. Persoonlijk. 9. Sint en kerst vind ik leuk. Strooien hoort ook een beetje bij Sinten. 4. Mini. Gaat ook muntgeld in. 2. 3. 4. 5. 9. Oeh, ja, ik ga er een tientje in stoppen, want die moet dan in Sint. Denk ik. Doe ik gewoon. Nee, weet niet. Misschien ga ik het helemaal anders doen. 8. Wat is 8? Rekeningen. Nee, is 5. Grapje. 8 is feest. Ook leuk. 7. Spelletjes. 3. 4. 5. Mooi. Dat is dan 10. Dan kan ik niet de 20 doen, maar wel de 6. Ja, ik wil die gewoon als eerste doen. Denk ik. 1. Touch. 3. Had nog niks. Savings. Ik heb het idee dat ik die net wel heb gehad. Maar touch, savings. Shopping heb ik gehad. 1. Stitch. En de laatste. Welke heeft nou nog niks? 5.
5 en 10. 10 hoeft op zich niks. Rekening is 5. 8. Oké. 5 en 10 gaan dan aan de kant. Feest. Ga ik daar maar mee beginnen. Oh, slokkie. Even denken, want. Kan 5 euro Halloween. Ik denk dat ik op deze tour ga. Ik stop 5 euro in gifts. Gewoon de gewone gifts. Of zou ik er 10 euro in stoppen? Weet je wat, ik stop er 10 euro in. De laatste tijd zoveel verjaardagen gehad dat ik het echt helemaal niet meer kan bijbenen. Geef groene taart, yummy. Nou, dan is gift of feest in ieder geval klaar. Gaan we meteen door naar Sint. Kerst. Ik zei dat die in Sint moesten. Die 10 euro. Dat is eigenlijk wel zo. Gaan we gewoon doen. Ik kan een 20 in Sint doen. Dit zijn allemaal reminders voor mezelf die ik nu zeg. Een tientje kon in verjaardagen. En een 20 kan in Sint. Dus als ik dan toevallig voor volgende keer 20 euro moet pinnen, dan maakt het niet uit als lekker grote S. Jezus, Elina, had je die niet even kleiner kunnen maken? Deze challenge heb ik zelf gemaakt. En dit was een van de eerste die ik met Photoshop maakte. Nee, dit was de eerste. Allemaal dingen overgetrokken. Dus niks gekopieerd, gejat, whatever. Gewoon echt overgetrokken. Vandaar al die gammele lijntjes. Dan heb je hier zoveel kleuren liggen. Pak je alsnog iets uit de bakkie. Nog maar 10 en heb ik 50. Die ook gehad. Wat hebben we nog meer? Spelletjes. We gaan gewoon van achter naar voren. Die ligt hier. Nog. Nog wel. En dit was 10 euro. Ik kan ook Halloween doen. Of de vakanties. Ik denk dat Halloween is... 10 euro is het ergste wat ik kan gooien. Ik wil geen 10 euro in klein geld erin doen. Dus ik gooi wel met deze. Hier, een dobbelsteenbakje. Ik ga ook niet meer een uitspraak doen over wat ik nu wil gooien. 3. Prima. Kan ik dan nog een keer gooien? Ja, nee. 2, 4, 5, 6, 7. Ja, ik kan nog een keer gooien. 6, ja, tuurlijk. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dit is echt niet grappig. Nou, als ik daar even eigenlijk kan wisselen, zou dat wel heel fijn zijn. Oh, wacht. Misschien moet ik dan 3 en 6 wel even inkleuren. Deze stift is echt niet best. Eens kijken op hoeveel ik dan nu zou kunnen wisselen qua muntgeld. Oh mijn god. Het is echt veel. 2, 4, 6, 8, 10. Wacht even, want dan ga ik even kijken of het toch niet ergens... 2. 2, 4, 6, 8, 10. Kan ik niet ergens een tientje vandaan toveren? Wel muntgeld. Ja, kleingeld challenge. Zit hier niet ergens een tientje in? Hier kan in ieder geval 2 euro omgewisseld worden. Niet dat dat wel uitmaakt, maar toch. Het kan nu. Oh. Nee. Even kijken. Oh, dobbelsteen. Ik denk dat ik dan toch even zo ga doen. 2. Dit is 5. Wat zit er in 2 personal? Dat zijn eigenlijk savings. 4. Ja, dat zit alleen maar muntgeld in. En 6 is... shopping. Nee, dan ga ik het toch zo doen. Ik heb in ieder geval 5 euro omgewisseld. Hier kan ook een tientje in. Misschien. En 20. Deze gaat echt wel lekker. Oké. Die overgebleven euro, die gaat in een persoonlijke mapje terug. Shopping. Shopping is 6. Ja, verbaast het jullie dat ik deze in de sportschool wil stoppen? Oh jongens.
Ja, of ga ik hem in de dierentuin doen? Shopping. Shopping is ook leeg. Die was leeg. Ik ga hem toch echt in de sportschool doen. Jeetje, wat ben ik saai. Hier kan ook 20 in. In ruil voor vijfjes. Ja, weet je wat wel is? Je kan nou nog één keer 5 euro in. En dan 10 of 15. Dus ja, nu het nog kan, stuf ik deze dan gewoon eventjes. Zit hier ook al 20 in? Jeetje, dat gaat wel echt snel. Shopping heb ik net gehad. Rekeningen. Leuk man. Nee, die heb ik helemaal niet. Haha. Mini challenges. Oeh, Disney. Oh ja, yeah. Hier kan nog iets mis in gaan. Oh, helemaal niet meer nagedacht. Ach ja. 3 euro. Nice. Zo. Ja, andersom. En dan moet er 3 bij. Heb ik weer 2 euro zakgeld. Dan is dit ook wel weer 5. 3 is de savings binder. Dit gaat wel vlot. Ik ben even onder. Even kijken. 3 was de. Wat ben ik nou aan het doen met mijn rekeningen? Wacht even hoor. Savings. 5 euro, dat is echt niet handig. Ik kan hem in emergency doen. Verrassend. Of in dining out. Ik doe mijn dining out. Voor mijn gevoel klopt die niet. De dining out hierin zit. Als in, ik vind het ook ooit leuk om natuurlijk iets te halen. Maar het is natuurlijk geen. Ja, het is van de ene kant wel sparen, maar ik geef het ook uit. En dat is met emergency eigenlijk ook. Ik snap het niet zo goed. Personal. Even kijken. Ook 5 euro. Om toch een keer in de kapper stoppen. Had ik nog schulden bij de kapper? Want ik heb helemaal niet gekeken naar de schulddingen. Kapper, 10 euro. Ja, dan. Oh, stop ik even 5 euro in de kapper. Voor een schortje. Lekker scheef kleuren. Toen wist ik nog niet hoe ik moest. Dat alles erop stond. Shrink to fit. Moet ik even hier opschrijven? Eigenlijk wel. Ja, dit klopt dan niet. Ik heb geen 5 euro in de maand challenge gedaan. Dus dit klopt niet. Ook niet in het seizoen. Ja, min of meer wel. Maar klopt niet. Kapper 10 min 5 is 5. En dan hebben we nog de stitch. En die heb ik toevallig vandaag opnieuw ingedeeld. Zodat die wat logischer was. Ik had ook wat nieuwe mapjes binnengekregen. Van Temu. Door deze. Dus hier heb ik de Jumbo nu ingedaan. Ik kan dit wel zien. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dus dit zijn de boodschappen dingen. Ik denk dat ik 5 euro in de HEMA doe. En dan het hoogste bedrag op die 5 euro na in de Action. Dus ik weet niet of dat 3 of 2 of zo gaat zijn. 3. En dan gaat die 2 euro nog bij een persoonlijke. Heb ik dan totaal 5 euro persoonlijk geld? Ik wil deze. Dan kan ik de volgende keer een brief van 5 erin doen. En dan kan ik die 2 euro aanstrepen. Was hem, denk ik. Het voelt raar omdat ik de huishoudpotje niet heb gedaan. Maar ik had gewoon deze week niet echt gepind. Nou ja, gewoon echt niet eigenlijk. Dus ik ga daar ook even een mapje maken voor boodschappen week 2. In ieder geval 1, 2, 3. Ja, dan heb ik 5 euro persoonlijk deze week. En ik had nog een statiegeldbonnetje hier. Stop ik even hier achter. Reclame voor vandaag.
weer niet de rol en stuff kunnen doen. Of de, wat was het? Roll it up. Weer niet kunnen doen. Jammer de bammer. Dit gaat wel een tijdje duren. Vooral ook omdat ik hier ook 6 in kan gooien. En dan heb ik 3 challenges waarin ik 6 kan gooien. Oké, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En tot ziens. Bye.